Het is 2020 en we zijn in oktober samengekomen om jullie projecten te zien. Wij kijken er naar uit om jullie projecten mee te maken. En dit jaar ga ik ook projecten volgen. Wij zijn trots dat er zoveel nuttige dingen worden gedaan tijdens die projecten. Stel je voor dat er een project bij zit, zo onzinnig als iemand die een app ontwikkelt om te zien of dino's nog leven. Of ruitenwissers voor op uw iPad voor als het buiten regent. Een apparaat dat zich zelf oplaadt telkens als je zeurt. Of een machine die rolstoelgebruikers zeeziek maakt. Nee, wacht. Hebben we zo niks? Wat gaan we allemaal te zien krijgen? Wij gaan langs bij TISM in Bree, Don Bosco in Helichtre, PSSB in Bilzen en Ellersborg in Lanaken. Ook gaan we op bedrijfsbezoek bij Klimatrix om hun schoolproject bij TISH een keer te bekijken. We gaan in gesprek met professor Kindermans. Even op bezoek in Ellersborg, in Lanaken, bezoeken we Marcelo Londero, die met zijn gasten houtbewerking eigenlijk een snuffelhoek, een snoezelruimte, een tuinsnuffel... Ik weet het niet meer. Wij gaan naar Ellersborg. Hallo. En wat houdt de Snoezeltuinkamer in? De Snoezeltuinkamer houdt in dat wij dat gaan inrichten en creëren voor oudere mensen met bevorderde dementie. Zodat zij toch het gevoel hebben dat zij in een tuin kunnen zitten. Want zij kunnen niet zomaar buiten gaan zitten wanneer zij dat wensen. We hebben vergaderingen gehad met het woonzorgcentrum De Drie Eiken. Vergaderingen met hout. Zodat de stoel in orde komt. We gaan een schommelstoel maken, een snoezeltafel. Hoe ver staan jullie nu in het project? Wij staan nu op het punt dat wij de informatie van de leerlingen van verzorging gekregen hebben om het eerste model van de stoel te maken. Wat zijn de volgende stappen die je nu in het project moet realiseren? Nu gaan aan de hand van de gegevens van die prototype gaan de leerlingen nu een tekening maken op ware grootte. En aan de hand van die tekeningen worden er lijmmallen gemaakt en mallen gemaakt om de stoel eigenlijk te kunnen fabriceren. Wij moeten alles opzoeken. En ervoor zorgen dat het allemaal vlotjes verloopt. En wat moeten jullie dan allemaal opzoeken? Hoe de stoel gemaakt moet worden, van wat voor hout het gemaakt moet worden. De afmetingen van de snoezeltafel, dat moeten wij doorgeven. En zij moeten dat dan maken. En dan moeten wij komen kijken als het goed is. We komen hier in de gewone bewonerskamer met een badkamer. Die badkamer die gaat weggebroken worden. En eigenlijk gaan we een park creëren. We gaan bomen plaatsen. De ideeën zijn ontstaan niet alleen door ons, maar ook vooral door de zorgafdeling van de school. De docenten waren enthousiast. Ik was enthousiast. Mijn medewerkers werden enthousiast. En de studenten werden enthousiast gemaakt. En die zijn nu super enthousiast. Het is eigenlijk een wisselwerking tussen het woonzorgcentrum die ons de mogelijkheid geeft om een dergelijk project uit te voeren. De verzorging die eigenlijk een nadruk ligt
op het welbevinden en het welzijn van de patiënten. En dan de leerlingen van hout, die eigenlijk iets specifieks gaan maken, aangepast aan die personen met bepaalde noden. Communiceren. Communiceren. Ja, met iedereen, ja. Ook met de leerkrachten. Alles moet, ja, alles moet, ja, overeenstemmen. Iedereen moet akkoord gaan. En als er iets fout gaat, naar wie moet ik dan wijzen? Naar de leerkracht. Ook gingen we op bezoek bij Senne Brouwers in het TISM in Bree en daar hadden we een hele toffe babbel mee. Hij is gepassioneerd door technische wetenschap en is zowel binnen als buiten de schooluren met techniek bezig. Mooi om te zien. Wij hebben met Limburg Stemt Het Af hebben wij verschillende zorgprojecten. Wat is jullie project? Ons project houdt eigenlijk in dat wij gaan proberen een rolstoelschommel te maken voor minder valide mensen. Waarom waren uw interesse in industriële wetenschappen? Toen ik vroeger klein was, was ik eigenlijk al altijd bezig met van die technische dingen, zo kleine spelletjes maken of dat je met zo'n handvatje zo die draad moet volgen en dan zelf proberen na te maken. En ja, die dingen hebben mij altijd wel geprikkeld eigenlijk. Zijn jullie al gestart met jullie project? Of? We zitten nu nog volop eigenlijk in de ontwikkelingsfase. Dus we zijn aan het brainstormen in groepjes per 3 en 4. Mm-hmm. En iedereen gaat dus eigenlijk één versie uitwerken op papier. En naderhand gaan we allemaal samen zitten en gaan we daaruit de beste dingen combineren of daar één specifiek ontwerp uitpakken en dat gaan we dan naderhand echt realiseren. Ja, dat is dus een van de uitdagingen. Dus die schommel moet geschikt zijn voor ieder soort rolstoeltype en alle modellen moeten daar eigenlijk in passen. Die moet multifunctioneel zijn. Ja. Zijn je al bij een zorginstelling op bezoek geweest? Ja, we zijn al in Sint-Ola geweest. Mm-hmm. En daar hebben we met de verzorgers gepraat over op welke punten we eigenlijk moeten letten bij het ontwerp van die schommel. Mm-hmm. En we hebben ook met gasten die daar verblijven in de rolstoel rondgevaren om een beetje de verschillende modellen te bekijken. Ja. Tuurlijk word ik tuurlijks van technologische sizzle, maar Brecht van den Berg heeft zijn parcours helemaal uitgestippeld. Marcel Gele staat hem bij en Futech zorgt voor de middelen. Brecht, uit wat bestaat uw project? Uit een zonnevolger. Dus we gaan de zon proberen te volgen via een domotica-systeem. Dus eigenlijk zijn het zonnepanelen die zoveel mogelijk groene energie proberen te genereren. Ja. We gaan het aansturen ook via het domotica-systeem. Maar stel je voor dat de zon van deze kant komt, dan gaat die door de hele dag de zon blijven volgen tot het echt gewoon er tegenop staat van boven. Heb je een idee hoeveel extra energie je gaat winnen? Ik denk zo'n 45% meer. We zijn nog een beetje aan het zoeken hoeveel, want dat kunnen we ook pas testen wanneer het af is. En dan gaan we ook kijken wat hij vooraf deed en wat hij daarna nu aan het opwekken is. De Sendelo, daar zitten bij Futech en die heren hebben ons wel degelijk een hele mooie uitleg gegeven van zonnepanelen en de manier waarop en wat kan en waar we moeten op letten. En we hebben een hele mooie rondleiding gehad en die heeft dan natuurlijk ook onze leerlingen rijker gemaakt met informatie over zonnepanelen. Kim? Hallo. Wie is bij jullie komen aankloppen? Bij ons is de Tisch in Bilze komen aankloppen. Dus we hebben daar heel goede contacten mee met de school. Dus zij stellen het hoog in het vaandel om goede contacten te hebben met de bedrijven. Zij hebben ons hun project voorgesteld en aangegeven welke materialen dat ze precies daarvoor nodig hebben. En daar zijn we dan op ingegaan, omdat we een heel interessant project vinden.
Adaptation-project heet grondige warmte. Wat zij precies gaan doen is dat zij dus de meerlagenbuis, dus dit is de meerlagenbuis, het materiaal wat we ter beschikking gaan stellen voor hun. Die materialen die gaan ze dus in de containers steken en zij gaan daar dus een simulatie maken, dus met een combinatie van de grond met de buizen. En dan gaan ze kijken, het water wat in de buizen circuleert, wat de temperatuur, welke invloed dat die gaat hebben van de grond ten opzichte van het watertemperatuur. Ja. Nadien gaan wij hun ook nog een opleiding geven naar hoe dat die materialen eigenlijk tot stand komen en waar ze juist op moeten letten, ook naar de toekomst toe. En wij gaan hem daar ook in trainen en bijscholen over welke soort buizen dat er allemaal op de markt aanwezig zijn, welke tot de voor- en de nadelen zijn van elk type buis. Laten we eerst gaan kijken bij Wout van het Technisch Instituut Don Bosco, waar hij samen met zijn leerkracht Kevin Berto werkt aan slimme stopcontacten. Ik leer bij. Op onze school hebben ze eigenlijk een groot aantal leerkrachten die met de elektrische fiets naar school komen. Dus was het eigenlijk het doel dat er een soort van project ontwikkeld werd om deze fietsen te kunnen opladen. Daarom heeft de school een paar zonnepanelen tegen de muur gemonteerd. En deze groene energie zal dan opgeslagen worden in batterijen die we dan later kunnen gaan gebruiken om de elektrische fietsen mee op te laden. We zijn nu nog maar half december. Hoe ver staat je al in uw project? We staan eigenlijk al redelijk ver. Er zijn ook een paar aspecten waar we nog wel lang aan bezig zullen zijn. Maar wat we nu hebben is eigenlijk al een demo. Dus alleen nog mooi gemaakt worden eigenlijk. Het is wel een opdracht van de studenten om natuurlijk die meting te gaan doen, want zij gaan zelf vermogen meten. En ze gaan dan ook meten hoeveel wij opwekken en ook hoeveel er verbruikt wordt. Dus eigenlijk op het einde van het jaar zouden onze studenten ons moeten kunnen vertellen wat het verschil is tussen die twee. Ja, wij zijn bijvoorbeeld bij Backoff geweest, of ja, ik dan, de studenten zijn daar nog niet geweest. En dat is vooral om te vragen van welke kaarten zijn nu het meest efficiënt of rendabel zo op prijs. Vermogen, zeg maar. Als ik mijn aankondigingen zo vergeet, misschien kan ik dan zelf een snoezeltuinkamer gebruiken. Het volgende wat we gaan doen is, we gaan langs bij professor Kindermans om te kijken of projectmanagement instrumenten bevat die wij zouden kunnen gebruiken in ons parcours of in ons stemtraject. Wij gaan kijken naar een work breakdown structure. En even kaderen wat dat is. En zien hoe wij ons parcours zo goed mogelijk kunnen afleggen. Bruikbare tips voor leerlingen en leerkrachten. Om je project zo goed mogelijk af te ronden. Een project is een taak, een activiteit, een element dat eigenlijk moet uitgevoerd worden binnen een bepaalde tijd. En op het einde van dit project gaan we ergens iets unieks, een dienst, een product, een resultaat eigenlijk gaan afleveren. Langs de andere kant management, dat betekent hoe gaan we dat nu eigenlijk gaan doen? Hoe gaan we vanaf nul vertrekken, van bij het begin van het project, ergens iets gaan afleveren. Laten we veronderstellen dat we een feest gaan organiseren. Nu, wat betekent dat een feest organiseren? Ik moet misschien een feestzaal gaan hebben, ik moet een cateraar eigenlijk gaan bestellen, ik moet uitnodigingen gaan doen, misschien moeten we bepaalde drankjes gaan klaarmaken en dergelijke. We moeten duidelijk gaan bepalen wat moeten wij eigenlijk afleveren. Dus binnen elk project gaat een projectmanager zich steeds bezighouden met drie elementen. Wat moet ik u afleveren? Hoeveel tijd heb ik om dit af te leveren en wat mag dit kosten eigenlijk in gast gebeuren? En beeld in dat je zelf een drankje moet maken. Iets zeer eenvoudig. Beeld in dat je limonade gaat gaan maken. Dan moet je je de vraag stellen, om limonade te maken ga je bijvoorbeeld water nodig hebben. Dus je gaat dus water moeten gaan halen. Je gaat op een bepaalde plaats moeten weten waar je het water kunt gaan halen. Je gaat er misschien smaakstof moeten bijdoen. Je gaat er misschien suiker moeten bijdoen. Je gaat die in een bepaalde bokaal moeten gaan zetten. Je hebt een aantal stappen eigenlijk die we gaan uitvoeren. Wat we eigenlijk gaan doen is, wat finaal moet afgeleverd worden, gaan we dermate in stukken breken
en we heten dat de work breakdown structure eigenlijk, dat we zeggen, kijk, dit zijn allemaal de samenstellende elementen, dit zijn allemaal de samenstellende taken. En als we deze taken eigenlijk uitgevoerd hebben, dan gaan wij eigenlijk onze limonade klaar hebben. En dan de basis is, we gaan aan elk van de personen die gaan meewerken aan de organisatie van de feest zeggen, wilt jij het water gaan halen? En wilt jij de smaakstoffen gaan halen? En wilt jij de bokaal gaan halen? En wilt jij dan de smaakstoffen bij dat water doen? En wilt jij dan die limonade binnen dat bokaal of in de bokaal gieten en dergelijke? Dit is hoe dat we eigenlijk dat allemaal in verschillende activiteiten uitvoeren. We gaan aan de leerlingen vragen, je moet een bepaald project eigenlijk gaan uitvoeren. Ze gaan een team gaan samenstellen en ze gaan zeggen, oké, als we dat project moeten gaan eigenlijk uitvoeren, dit is het stappenplan die we eigenlijk gaan gebruiken om dat project gaan uitvoeren. Want we mogen niet vergeten, als we met projecten bezig zijn, aan de stuurknuppel, daar zit de projectmanager in het gebeuren. Hij met zijn team, maar hij finaal is verantwoordelijk om af te leveren wat er moet afgeleverd worden binnen tijd en binnen budget. Taken uitvoeren, zeggen wat ik moet doen, wat er moet afgeleverd worden binnen hoeveel tijd en wat het mag kosten. Dat is wat we heten eigenlijk de technische aspecten van het projectmanagement gebeuren. Maar er zijn zoveel meer zaken eigenlijk die er in meegenomen worden. Een project is eigenlijk ook, met allemaal die verschillende taken die moeten uitgevoerd worden, dan moet je een beetje gaan visualiseren zoals een productielijn. En die kabels die tussen die verschillende apparaten, tussen de mensen die de verschillende taken eigenlijk uitgevoerd hebben, dat is communicatie eigenlijk. Een van de basiselementen om op een degelijke manier projecten eigenlijk uit te voeren, dat is een degelijke communicatie hebben. Dus daarbovenop, door het feit dat een project ergens iets nieuws is, iets wat we eigenlijk nog nooit gedaan hebben, dan gaan we moeten leren zeer creatief te denken eigenlijk. Hoe gaan we nu eigenlijk die zaken gaan afleveren? Hoe gaan die zaken er eigenlijk uitzien? En hoe ga ik dat klaarspelen binnen een bepaalde tijd en binnen een bepaald budget? En tezelfde tijd gaan we eigenlijk ook leren zeer kritisch na te denken. Om te zeggen, moet ik dit eigenlijk wel doen? Is dit wel een taak die ik moet doen? Is dit wel een uitgave die ik eigenlijk moet gaan doen? Is dit wel zeer nuttig of minder nuttig of heel niet nuttig eigenlijk om tot een bepaald resultaat te komen? Vier belangrijke zaken dus die we op zijn minst gaan. Er ook nog meer eigenlijk, maar die dadelijk voor het oog springen is van betere communicatie, goed leren samenwerken, kritisch denken, zeer creatief denken. Dat is zaken die je als, zullen we het zo heten, als een soort van spin-offs gaat gaan meenemen eigenlijk van te leren van hoe werken we nu projectmatig werken naast het technische gebeuren van hoe ga ik nu alles gaan afleveren binnen tijd en binnen budget.